Welkom. Een poosje geleden heb ik een filmpje opgenomen en daar sprak ik over het geweldige feit in het Johannes-evangelie, Johannes 21, waarin Jezus zijn discipelen roept en ook een maaltijd klaarmaakt. Waarin Jezus ook zijn eigen handen smerig maakt aan het bereiden van een verse vis, het schoonmaken van een vis. In het geweldige Bijbelgedeelte gaat het over dat de Heer Jezus ook zijn discipelen roept om het net aan de andere kant uit te gooien. En eigenlijk wil dit gedeelte iets vertellen over de kerk van de Heer Jezus. Eigenlijk wil dit gedeelte ook leren hoe belangrijk het is, hoe noodzakelijk het is om ook naar de samenkomst te gaan van de Heer Jezus. De kerk, de plaatselijke kerk daar, in welke stad, welke dorp, waar jij ook maar bent of woont. Waar de Heer ook jou roept om samen te komen, om zijn naam groot te maken. En dan wil ik eigenlijk even teruggaan naar het Lucas-evangelie, Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Het gedeelte waarin de Heer Jezus net terugkomt uit de verzoeking van de woestijn. Hij is vol van de geest, is hij door de Heer zelf in de verleiding gebracht in de woestijn. En dan zie je ook dat hij in de kracht terugkomt. Dan begint de bediening van de Heer Jezus en je ziet dan dat de Heer Jezus op zoek is naar zijn discipelen. Hij komt bij het meer, hij ziet daar een stel vissers en hij roept naar hun en hij zegt van, jongens, gooi dat net aan de andere kant uit. De ervaren vissers, want dat waren ze. Het is heel verwonderlijk dit verhaal dat ze ook nog luisteren naar iemand die op de andere kant, die aan de kant staat. En ze eigenlijk naar hem luisteren en van ja, misschien hadden we kunnen denken van wat heb ik eigenlijk met jou nodig? Wij zijn ervaren vissers en als die kant van de boot niet werkt, dan hoe zou dan die kant wel werken? En toch is op zich dat al een wonder dat zij gehoorzaam zijn aan Jezus. En zij gooien hun netten aan de andere kant van de boot uit. En tot hun grote verwondering halen ze de netten op en dan dreigen de netten te scheuren. En dan begint het al met een geweldig gedeelte waarin staat Lucas dat ze samen, en let op het woord samen, samen de netten die dreigden te scheuren omhoog moesten halen. En juist omdat ze samenwerkten, lukte het hun om de netten die vol vissen zaten, die konden ze binnenboord halen. En eigenlijk staat dit ook als metafoor ook op het binnenhalen van de oogst. Hoe in de tweede wonderbare visvangst, na de opstanding van de Heer Jezus, hij ook weer aan het meer komt. En wat hij dan ook roept aan de vissers van jongens, willen ze niet bij, dan gooi je wederom het net aan de andere kant uit. En dan zie je ook dat ze in volle gehoorzaamheid gooien ze het net uit. En dan komt ook het geweldige gedeelte waarin ook staat dat zij de netten overvol hebben. En daar staat niet meer bij dat de netten gaan scheuren. Maar dat de netten, de vangst, wordt binnengehaald en aan boord wordt gehaald. En voor mezelf wil het ook weergeven dat ook Jezus wil ook laten zien dat wij geroepen zijn om discipelen te maken. Maar in het begin van de bediening roept de Heer Jezus, hij roept zijn discipelen. Hij zegt, gooi de netten en dan kom met mij mee. Ze hebben nog een hele weg te gaan. Een weg te gaan van het leren, van het kennen van het woord van de Heer Jezus zelf. En dan zie je na 3 jaar dat ze met Jezus hebben meegewandeld. Dat ze eigenlijk klaar zijn. En dan staat ook in Johannes dat ze dan eigenlijk de metafoor de netten gaan uitgooien. Dat ze eigenlijk de wereld ingaan. En dat ze getraind door de Heer zelf en gevuld door de Heilige Geest ook de wereld ingaan. En dat ze dan pas ook de netten, de vangst kunnen binnenhalen en dat er geen dreiging van scheuring is. Maar dat er eenheid zal ontstaan, dat ze ook samen weer deze geweldige oogst zullen gaan binnenhalen. Daarom, ten spijt van alle andere verhalen, wil ik toch ook oproepen om te gaan kijken naar het belang van je samenkomst. Verzuim je samenkomst niet, zegt de Bijbel. Ook dat moet op zich al een belangrijke boodschap zijn om te beseffen dat de samenkomst van de Heer, dat het zo ontzettend belangrijk is om getraind te worden. Om samen, zoals in Efeze 3 vers 14 tot 21 ook zegt, om die redenen buig ik mijn knieën, omdat wij samen de grootheid van God gaan ontdekken. De hoogte, de diepte, de lengte, de breedte, de kennen van de liefde van Christus Jezus. De Bijbel spreekt niet zomaar over het woord samen. De Bijbel spreekt over het woord samen, dat we samen zullen komen als het lichaam van de Heer. En daarom is het zo ontzettend noodzakelijk om naar je kerk toe te gaan. Een kerk op te zoeken daar waar jij je thuis voelt, waar je thuis komt en waar je ook welkom bent. Om eens een keer onze vooroordelen los te laten zeggen van Heer, als u mij roept, wil ik gehoorzaam zijn. Omdat we dan zullen gaan zien dat we getraind gaan worden als discipelen van de Heer. En ook zullen gaan zien dat we samen die wereldwijde oost gaan binnenhalen. Om zielen te redden tot eer van die hoogverheven naam van de God van Israël. Ben jij bereid om jouw vooroordelen over de boord te gooien? Aan de ene kant van de boot je vooroordelen te gooien. En aan de andere kant van de bootje net opnieuw uit te gooien. Om samen die geweldigste oogst gaan binnenhalen tot eer van Jezus' naam.